pretpark in de regio, net over de grens tussen Groesbeek en Kranenburg. Daar weer donderdagavond over gesproken tijdens een gezamenlijke vergadering van de gemeente Bergendal en Kranenburg. Bergendal is tegen, de gemeente Kranenburg is voor. Ik vond het een hele open vergadering waarbij er eigenlijk over en weer heel goed naar elkaar geluisterd werd. En ook heel eerlijk aangegeven werd wat men van elkaar vond en wat de verwachtingen ook waren. De burgemeester van Duitsland, dat is burgemeester Steins. Die heeft dus plannen om 12 windturbines in het Rijkswald, pal langs de grens van Nederland, te bouwen. En wat hij aangaf is dat er nog diverse procedures door moeten. Dat hij het toch graag wil doorzetten. De consequentie voor Bergendal is dus dat qua toerisme doet Bergendal het erg goed. Er zijn ruim 300.000 overnachtingen op jaarbasis. Dus dat betekent ook behoorlijk wat inkomsten voor Bergendal vanuit toerisme. Onderzoeken hebben aangetoond dat wanneer er in een regio windturbines zijn, dat toerisme af zal nemen. Verder heeft het ook gevolgen voor de biodiversiteit. Het Rijkswald is een belangrijk gebied voor aansluiting met de Oostvaardenplassers en met de Veluwe. Zoals bijvoorbeeld edelhert, hè, dat ze naar deze kant op willen laten komen. Ja, al die plannen die zullen dan teniet gaan. Het standpunt van de gemeente Bergendal was heel helder. We zijn tegen de plaatsing van de windmolens in het Rijkswald. En daaraan is volgens mij heel weinig veranderd. We hebben natuurlijk een aantal zienswijzes op dit moment lopen. Op kreisniveau, op regio Düsseldorf en op het gebied van niveau Noord-Rijn-Westfalen. En we zijn eigenlijk heel vol vertrouwen dat het uiteindelijk niet gaat gebeuren.